Welkom bij 1 Gelukkige Hond. In deze video laat ik verschillende oefeningen zien hoe je een hond mentaal kunt uitdagen. Dit noemen we ook wel hersenwerk. Wil je jouw hond trainen om netjes mee te lopen aan de lijn, om beter te leren luisteren of ander gewenst gedrag te vertonen, dan is mentale uitdaging net zo belangrijk als lichamelijke beweging, want alles staat in verbinding met elkaar. Wil je een hond in balans, dan zul je hier aan mogen voldoen. Je ziet dat Guusje de brokjes uit het doekje probeert te krijgen. We trainen op deze manier zijn hersenen. Je kunt de oefening ook moeilijker maken. Je ziet hier dat Sam 2 brokjes in het doekje wikkelt. Ze wikkelt het niet te strak op. Ze maakt de oefening moeilijker door een wc-rol eroverheen te schuiven. Deze oefening is nog niet geschikt voor jonge pups, maar vanaf 1,5 jaar kun je deze oefening met je hond gaan doen. Ook met een eierdoosje kun je leuke oefeningen maken. Stop 2 à 3 brokjes in het eierdoosje en leg er een bal op. Je kunt tennisballen gebruiken of andere soorten ballen. Het is de bedoeling dat de hond met zijn reukvermogen bepaalt onder welke bal het brokje ligt en deze dan met zijn bek eraf tilt. Guusje is echter veel te enthousiast en stoot met zijn neus de ballen er meteen af. Dit is eigenlijk niet de bedoeling van de oefening. Ook deze oefening kun je nog moeilijker maken. Leg weer 2 of 3 brokjes in het eierdoosje en plaats er een wc-rolletje overheen. Op het wc-rolletje leg je weer een balletje en dan is het aan de hond om te bepalen onder welk wc-rolletje er een brokje verstopt zit. En hij mag dan met zijn bek het balletje en het wc-rolletje eraf tillen. Dit is de oefening balletje balletje, maar voor nu is het brokje brokje. Plaats een brokje onder het wc-rolletje en ga de wc-rolletje schuiven. Je ziet dat Guus al goed aan het kijken is waar het brokje naartoe gaat en het is de bedoeling dat hij met zijn reukvermogen bepaalt waar het brokje is. Maar veel te enthousiast stoot hij meteen al een rolletje om. Dit is een labyrint en op deze manier kan Guus even bezig zijn om de brokjes eruit te halen. Dit komt natuurlijk uit de winkel, maar de video is eigenlijk bedoeld om jullie te laten zien dat je makkelijk met huis, tuin en keukenspullen leuke oefeningen kunt bedenken om jouw hond mentaal uit te dagen. Want mentale uitdaging behoort echt tot de eerste basisbehoefte van de hond om een gelukkige hond in balans te krijgen. Veel plezier met je hond!